Want dan was er dus een kans dat ik een kind kreeg. Dat ik gewoon een hele erge oogziekte. Mixen. Dit vindt ze heel lekker zout van zee. Wow. Iemand heeft ineens stiekem iets op mijn bord gezet. En truffelaardappelchips. Dat is sneeuwboelie en vogels. Ik snap trouwens echt dat iedereen zo'n fan is van Oatly schuim. Dit is letterlijk het schuim. Een heel dun laagje. Gewoon echt, nou het lijkt nu goed, maar dat is het niet. Ik heb mijn handen gewassen. Terwijl die van Albert Heijn schuimt echt zo, hè. Ik heb nu die Barista Edition gekocht. Dat is echt niet goed. Het was in aanbieding, dus ik dacht ik probeer hem weer eens. Maar nou, het is prima. Misschien houden meer mensen van dit hele dunne schuim of zo. Nou, ik ga nu even een overleg in met een colleague. Ik vind het wel leuk, want ik had dus een collega in groep 5 waar ik helemaal dol op was. En die ging met pensioen dit jaar. Dus vond ik wel jammer. En zij werkte dan 1 dag in de week met een andere collega. En haar kende ik eigenlijk nog helemaal niet. En nu werk ik eigenlijk met haar, want zij werkt nu 4 dagen. Zij heeft het overgenomen. En nu sinds thuiswerken hebben we af en toe wat meetings gehad. En leren elkaar wat beter kennen. En ben ik zo blij met haar en zij ook met mij. En liggen we eigenlijk heel erg op één lijn. Terwijl we eigenlijk heel verschillend zijn. En net heb ik weer een gesprekje met haar en dat is dan zo prettig, want we denken zo erg hetzelfde over alles. En dat is super grappig, want ja, je moet elkaar natuurlijk eerst leren kennen. En we kenden elkaar eerst niet goed, dus we gingen nog een beetje langs elkaar heen. En dat vind ik gewoon nou, heel erg leuk. Dus weer een heel fijn gesprek net en dan doe ik het zo, ze doet het zo. En dan, nou ja, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Het is gewoon heel prettig als je fijn kunt werken met je parallelcollega. Dus dat wou ik even zeggen, dat ik daar heel blij mee ben. En ik werk nu dus 5 dagen, dus ik heb geen duo-collega meer. Maar dan is het dus wel leuk dat ik met mijn parallel een beetje leuk contact heb. Dus dat is fijn. Ik ga nu even de oudergesprekken openzetten. Volgende week dinsdag en donderdag. En kijk de sneeuw. Het sneeuwt zo hard dat je het gewoon ziet. Bijzonder hè, babe? Zo, goedemorgen. Ook nog maar heel weinig batterij. Jeetje. Ik stond om 6:15 op. Ik dacht, sorry, 6:15. Wow, 6:15 klonk heel vroeg. Ik dacht 7:15 bij mijn auto staan. Nou, ik stond 7:18 bij mijn auto of zo. Je weet nooit wat je kan verwachten op de weg. Kijk, ik moest echt normaal maar 7 minuten rijden. Dat is een beetje stom, maar ik weet nooit wat je kunt verwachten. Je kan natuurlijk niet te laat komen. En ik hoorde al van, als het sneeuwt hoef je juist minder te krabben. En als het vriest overdag. Want dan is er niks natuurlijk om... dan is er geen condens om te bevriezen. Er was wel een klein laagje bevroren, maar het viel reuze mee. Het valt me trouwens op als ik mijn ruitenwissers aanzet, worden mijn ramen heel vies. Is dat ze niet goed zijn afgesteld? Want ik kom net van de garage. En dan over een paar minuten is het weer zichtbaar. Dat had ik op de snelweg ook laatst. Maar ik dacht, dan ga ik gewoon mijn auto helemaal rustig opwarmen. Dat het zicht helemaal goed is. Dat ik niet bevroren hier zit. Dus het is nu al... Nou, al. Het is nu een kwartier later. En dan maak ik me even op in de auto, maar ik heb helemaal geen lichte dozen, dus ik heb toevallig hier het licht van de snackbar. Ik dacht, dat is dan mijn plan. Dus ik heb, nou ja, dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Maar je moest weer eten meenemen en ik heb geen zin in koffie zo vroeg, dus ik heb dan weer niet koffie. Het is zo wennen. Dus ja, dat ik tot 11:05 even me hier opmaak. En dan ga ik rijden en dan heb ik, ja, 25 minuten om te rijden en dan ben ik echt gewoon goed op tijd. Dan ben ik er om 8:00 en dat is helemaal prima en de kinderen komen om 10:10. Mocht het langer duren, dan ben ik ook nog op tijd. Maar ik neem aan van niet. Ik ben heel benieuwd. De weg ziet er volgens mij prima uit. Maar je weet maar nooit. Er kan van alles gebeuren. Het is één heel klein... Dus het is één weg naar mijn school die ik kan bereiden. Dus mocht er een ongeluk zijn of wat dan ook, ja, dan sta je vast. Dan heb je een probleem. Dus ja. Ja, dan moet je allemaal weer rekening houden. Je kan geen joggingbroek meer aan. Dus peace. Oh, ik heb helemaal een rood kopje door de dag. Ik had vandaag een telefonische belafspraak met de dokter van het UMC over de uitslag van de genetische oogafwijking, retognisitis. Of ik draagster ben en mijn kind dus een oogafwijking kan krijgen en zo. Ik kon niet opnemen door mijn werk, dus ik heb net teruggebeld en de dokter was er niet meer. En toen heeft de assistent het doorgegeven. Ik draag de genetische factor niet, dus ik kan het ook niet doorgeven. Dat is zulk goed nieuws, want dan was er dus een kans dat ik een kind kreeg. Dat ik gewoon een hele erge oogziekte zou krijgen. Ik ben geen draagster en ik heb het zelf ook niet. Yes, echt zo fijn. Conditie. Kijk, hier hou ik van. Ik kom de school uit. Er zat een oudere dame. Accu leeg. Ze vraagt aan de DHL bezorger of ze er wil helpen. Ik denk, ik ga ook helpen. Dus we gaan met z'n tweeën die auto duwen. Ze zegt zet hem maar aan de kant. Ik zo nee, we gaan tot die drempel. En dan moet je hem eens 1 of 2 zetten gas geven. En toen lukt het en toen rees hij weg. En dat is dan wel weer een fijne daad. Maar we moesten vet hard duwen en we gleden bijna uit. We waren met z'n tweeën. Maar ik weet dat ik best wel sterk ben in mijn benen. Dus ik dacht, let's do it. En dat geeft toch weer een lekker gevoel. Hallo, ik kom net uit mijn werk. Best wel laat. En ik heb niet alles gedaan wat ik wilde. Ik heb ook geclashed, maar dat is ook leuk. Morgen laatste dag voor de geboorte, maar het komt altijd goed. Mijn haar is trouwens leuk van kleur. Weer zilver shampoo gedaan. Ja, het is hier gewoon niet genoeg geblondeerd, maar ik vind het voor nu goed. Ik ga de welbekende feta TikTok pasta maken. De well-known, hele makkelijke. Dus ik heb feta, tomaatjes, verse knoflook. Maar misschien is eigenlijk niet verse lekker, want die is sterker. Maar ik doe lekker veel knoflook. En basilicum. En dat is volgens mij serieus alles wat je nodig hebt. Oh ja, en pasta. Ik doe spaghetti, want ik vind het heel lekker. En ik vind deze heel lekker. Maar volgens mij is het met een ander soort pasta eigenlijk nog lekkerder. Daar kan je lekker doorheen roeren. Maar ik ben gek hierop. Het is niet een heel gezond gerecht, maar I love pasta. Tomaatjes wassen. Nog meer. En nog meer. Olijfolie. Royaal. Zout, naar keus. Ik denk niet te veel, want feta is ook al best wel. Dit ziet er echt heel mooi uit. Best wel zout. Peper. Oeh la la. En nu ruimte maken. Blok met feta. Perfectie. Spread some more. En dan 35 minuten in de oven. Ik doe gewoon 180 graden. Oké, ik zie je over 35 minuten. Ondertussen fijne basilicum gesneden. En heel veel teentjes verse knoflook geperst. Pasta water aan de kook brengen. Een beetje zout. Pasta. Koken. Oeh la la. Pasta is klaar. Deze is klaar. Verse knoflook. Nog meer. Nog meer. Basilicum. Wat kookvocht. Voor de binding. Mixen. Pasta erbij. Roeren. De geur is echt niet normaal. Ook die knoflook. Oh. Mm. Het is bizar. Het is zo simpel. Maar de smaken zijn zo geweldig bij elkaar. Dit is dus net te dun die van mij. Ik vind die erg, want ik hou niet van heel romig. Maar dus wat minder kookvocht erbij. En dan heb je echt... Het is het makkelijkste ooit. Het lijkt alsof je echt je best hebt gedaan. Dat zurige van die tomaten met die feta. En dat fris zure en toch een beetje romige. Nou, dat is niet normaal. Ook geweldig als je net als ik wel van kaas houdt, maar niet van te romig. Niet normaal zo lekker. Ik ben echt obsessed met de zure smaken. Limoen, citroen. Dat vind ik echt heerlijk. Dit gerecht is perfect als je er ook van houdt. Zeker weten maken als het iets is waar je van houdt. Want het is echt geweldig. Mega tip. Wow, heel lekker. Ga ik echt vaker maken. En dat vocht verdampt trouwens wel hoor. Ik zou het ook nog gewoon uit kunnen koken. Maar ik vind het echt prima. Kijk, dit is alles. Dus het valt reuze mee. En iedereen die het nu gaat maken, maakt dezelfde fout niet. Dus er kan eigenlijk niks misgaan. Heel erg lekker. Ik laat het nog even met flits zien. Niet onwijs gezond dus, maar wel heel lekker. Ik weet dus wel waarom ik het zo fantastisch vind. Het smaakt exact naar mijn lievelingspizza. Dat is echt een verse Italiaanse pizza caprese. Maar niet te veel kaas, alleen mozzarella, veel tomatensaus, lekker zuurig. Knoflook, basilicum, dat is echt mijn lievelings. Maar er zit feta door en geen mozzarella, maar... Het smaakt exact naar zo'n pizza, dus nou, gezond is het dus niet, maar het is wel heel lekker. Mocht je niet van zuur houden, dan zou je misschien honing kunnen toevoegen of zo. Ik krijg al op Insta reacties van ik vond het te zuur, maar ik ben dus dol op zuur, dus dan is het geweldig. Half 6 op donderdag en mijn rapporten zijn klaar. Yes, ik vind echt dat ik het snel heb gedaan. Oh, wat heerlijk. Nou ja, niet dat ik er heel erg tegenop zag, maar het was toch iets wat moest gebeuren en het is af. Heerlijk, heerlijk. Goedemorgen, het is bijna weekend en ik heb gefietst. En het was maar één klein stukje wat moeilijk te fietsen was qua sneeuw. Verder ging het prima. Echt zo lekker gevoel om weer te fietsen. En we dragen mondkapjes als we door school lopen, dus daarom. Ik ga nu thee halen. Wow, ik heb meer dan 20 minuten over gedaan om naar huis te fietsen. Niet door de sneeuw, maar door de wind. Maar wat voel ik me lekker nu, niet normaal. Echt zo fresh, ook al ben ik bezweet. Maar ik moet heel erg opschieten, ik moet door naar een afspraak. Ik dacht, ik ga alsnog niet met de auto, ik ga gewoon met de fiets. Thuis snel auto pakken. Maar ik heb nu echt een hele oude meneer voor me die echt 15 rijdt. Dus ik kom iets te laat. Maar ik heb zo... Kijk, natuurlijk, ja, mijn conditie is oké, want ik rende heel veel tijdens corona. Maar het is anders dan je benen gebruiken voor fietsen. Maar vanochtend ging het heel lekker. Want ik ruim op tijd vertrokken vanochtend. En ik had het in 18 minuutjes gefietst. Ik fietste heel relaxed. Het was echt heel lekker. Ik ga even naar oma. Morgen is Valentijn. Dus ik heb even een grappig random pakketje gemaakt. Echt met allemaal dingen uit mijn huis. Maar ik vond het wel leuk. Dit vindt heel lekker. Zout van zeep, maskertje, zout van bodylotion. Lekkere theezakjes. Zout van lavendel, zout van tonic, van pure chocola. Handzeep, drankje. En kokosmacronenbakmix. Ik dacht, nou, dat is toch helemaal leuk. Kiekeboe! Hi! Wow! Hi, je bent een dikke pad. Ik weet dat papa een avond film zat te kijken. Hi, Kiekeboe! Ik moest die... Goedemorgen, het is Valentijnsdag en H is hier. En ik wil even vertellen dat... Hé, waar is je nou? Hij vroeg alsof ik boter had. Dus zei ik, ik heb plantaardige boter, want die heb ik gekregen. En hij proeft het. Hij zegt, het is gewoon boter. Hij vindt dit gewoon naar boter smaken. Geweldig. En het is gemaakt van duurzame palm, zonnebloem en raapzaad. Dus het heeft echt niks met een koe te maken. Dus dat is wel leuk. We hebben echt een super chill ochtendje. En wat ik wel leuk vind is dat ik tegen haar zei dat ik geen Valentijnscadeau voor maak. Want ik heb ook geen fysiek cadeau. Maar hoort u mij nu? Ik dacht dus, wat echt heel erg leuk is. Ik heb een box besteld van Herman den Blijker. Dat restaurant Goud. En dat wordt bezorgd vanmiddag. En dat is van thuisuiteten.nl. En dan kan je dus ja, echt alsof je echt in een sterrenrestaurant aan het dineren bent. Maar je moet ook zelf nog wat bereiden ervan. En dat vinden wij super gezellig. Ik dacht, dat vindt hij helemaal leuk. En dan heb ik ook allemaal, bij de Albert Heijn wordt ook bezorgd, allemaal spullen besteld voor cocktails. En dan ga ik hier een soort van cocktailbar denk ik daar maken. En dan moet hij even weg, want dat is leuk. En dan gaan we cocktails maken en een luxe diner maken. En dan lekker champagne erbij. En nou, helemaal leuk. En hij heeft dan even het ontbijtje geregeld. Echt lekker, lekkere dingen waar ik echt gek op ben. Geitenkaas en zalm en mango en eitjes, helemaal chill. En dan gaan we zo even lekker wandelen. Dus top Valentijn. Iemand heeft ineens stiekem iets op mijn bord gezet. Iemand. Wie zou het zijn? De man met de lekkere sloffen. Oké, wij gaan lekker wandelen. En op het ijs hopelijk. Voor het eerst voor mij dit jaar. En ik heb dit nieuwe truitje van Guts & Gusto aan. Heel chill, ook echt ideaal voor naar buiten onder een jas. Niet te dik, maar echt wel heel lekker warm. En ik heb een Victoria's Secret legging. En Ux. Chilling. We gaan op het ijs durven, denk ik. Maar hoe dik is het? Wow. Zo spannend. Het is helemaal niet koud hier. Nee. Super lekker. Nee, je gaat vallen. Deze Ux zijn ook zo niet handig. Woe! Het lijkt wel minder glad dan het ijs op de straten, klopt dat? Nee, het is wel glad hoor. Echt? Die boot joh, helemaal vast. Wat hoor. Hoe gaaf. Ja, dat kan jij mooi. Heel eng. Wel best een pink elkaar. Ja. Ik vond dit al heel spannend. Heel bijzonder. Nou, als je dit niet hebt meegemaakt, is het wel echt zonde. Echt wel te gaaf. Het bewoog. Ja, dat. Echt. Snel gaat er iets. Zo cool. Wij zijn op het ijs. Echt iedereen in de wereld, in Nederland, is op het ijs geweest, maar het voelt toch bijzonder. Jongens, kijk hoe gaaf. Daar is gewoon bij de slot. Wat een view, hè? Dit is wel te gek. 1, 2. 1, 2. 1, 2. We zijn helemaal daarheen gelopen, naar het einde, hè? Ik weet niet wat daarin zit. Wow, ik ruik iets. Het ruikt truffel. Hij mocht mij niet kijken en toen heb ik dit hier allemaal gezet. Oh my god. Ah, ik ben zo benieuwd als je gaat zeggen als je dit straks ziet. Oh mijn god. De eerste cocktail is een espresso martini. Ja, het is niet dat schuimlaagje. Het is espresso, liqueur 43, baristo en wodka. Cocktail 2 heb ik zelf bedacht. Want die kaartjes, dat is niks. Ik heb superveel, dat kan ik allemaal niet maken. Dit is watermeloenlikeur, carantetres, bruiswater, passievrucht, munt en sinaasappel. En een aardbei. Hey. Ja, gewoon een soort limonade. Ik vind deze wel lekker. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Sexy. Ik vind zelf baken eigenlijk het lekkerst. Cocktail 3 is een mojito. Made by H. Gaan we even op kleuren sorteren. Oh, dit was om het koud te houden, dus ik kom bij mijn vriezer. Ik denk, wat is dat nou versmerig? Spannend. Voorgerecht. En dat was heel grappig, want ze zeiden: brood als voorgerecht, maar dit bewaren tot de soep. Dus we mogen het niet eten. Dat vind ik best wel grappig. En voor mij zit mijn date. Woehoe, romantic. Oh, leuk Bolly. Chill. Om leeg te spuiten. Pakjes voor 2 personen. Dat is de helft nog. Pannenkoek. Dat had ik ook bij het kerstdiner. Krassoorten. Maar hij benoemt het gewoon niet zo mooi door te zeggen lekker rollen als een Turks pizza. Mm. Lekker. We hebben even een kreeftenbiesk met kabeljauw en tonijnkarkas. Of zo, wat is dat? En shishoblad. En we hebben het broodje bewaard. Hé, hey, dat vond ik ook wel heel fijn dat we dat hadden bewaard. Die was er blij mee. Wat is het nou ook weer? Kalfsucade met knolselderijcrème, zwammetjes en truffelaardappelchips. En een daiquiri cocktail, geloof ik.